Dus we gaan naar een wolvenpark. Dat de enige wolvenpark in Nederland is. Waar je in het verblijf van de wolven mag. We zijn er. We're here. Eigenlijk, die wolken zijn eigenlijk daarnaast. Er is bijna niemand. Hallo. Oh mijn god, wat leuk. Oh god, ik heb nog nooit een wolf staan gehad. Wat ben je mooi. Ja, heel lief. Hij lijkt wel op een wolf, maar hij is wolf zijn veel dikker en groter, hè? Ja. Ik dacht, ja, dus een wolf, hoeveel wolf erin zit. Hallo. Zijn gekruist vroeger met een herder. Ja. 1970 hebben ze dat geprobeerd. Ja. Voor de Russen voor de grensbewaking. Oh. En dat ging fout, want ze waren agressief. In 1980 hebben ze het weer geprobeerd. Ja. Bij mensen gesocialiseerd. En in 1990 is het officieel ras geworden. Ja. Van Omar? Omar. Oh. Omar. Ging ze zo, denk ik, dat het wat. Hij had die naam helemaal, dat hebben we maar gehouden. Jongeling betekent dat. Oh. Nou, wat zullen we doen? Zullen we erheen gaan? Ja. Ja? Ja. Okay. En ze zijn niet gevaarlijk of zo? Meestal komt hij nog eens aan. Dat is een nieuwsgierig. Ja, daar komt hij. Hij vindt het ook eng, hè? Hij is heel voorzichtig. Hij laat ons niet uit de ogen, hè? Kan hij niet hebben dat ik die schedel vast had. Nee, precies. En doe die moet ik in mijn kool of gewoon zo blijven staan? Oh, ik blijf gewoon staan zo. Laat me staan. Lekker staan. Niet bewegen. Ja, niet je hand, niet. Even stilstaan eigenlijk. Gewoon stilstaan. Laat me gewoon staan. Gewoon staan blijven. Dus je hebt meer vrouwen die hier komen dan mannen? Ja. En meer meisjes dan jongens? Ja. Oh, echt waar. Oh, dat hebben we toen afgevraagd, ben ik gaan zoeken. En mensen gaan vragen wat dan ook. En toen kwam ik erachter dat vrouwen veel spiritueler zijn. Ik vind het juist mooi hoor, dat ik hou ervan. Maar goed, ja. Het is wel. Ze zijn wel gek op jou, Sam. Ja? Ze zijn wel gek op jou. Ja.